Ja, Kevin Hofland, welkom hier bij SV Meerssen. Heb je er zin in? Ja, zeker. Het was leuk om vandaag voor het eerst in lange tijd ook weer op het veld te staan. En ja, leuk om met die jongens nu aan de gang te gaan. Ja, je hebt heel veel ervaring natuurlijk als voetballer, maar ook als trainer al. Betaald voetbal. SV Meerssen, derde divisie, amateurploeg toch. Is dat anders als trainer, een amateurploeg? Ja, dus wel wat anders. Het zit hem voornamelijk in de kwaliteit en natuurlijk het aantal trainingen per week wat je kan besteden om jongens beter te maken. Maar aan de andere kant, het zijn en blijven voetballers en die kan je ook ontwikkelen. En ja, het zijn mensen, daar hou ik van, weet je, gezelligheid en plezier. Maar vooral als je hier op het veld zit, dat je er in ieder geval 100% uithaalt om jezelf door te ontwikkelen. En dat maakt voor mij geen verschil of het zeg maar een BVO is of een amateurclub. Ja, ja, je hebt de jongens al kunnen zien afgelopen zondag. Vandaag de eerste training gehad met de groep. Begint je de groep al een beetje te leren kennen? Nou, in die zin, qua namen ben ik wel vrij snel. Namen en gezichten. Maar goed, de specifieke kwaliteit en zo. Ik heb soms natuurlijk de wedstrijd gezien. Daar haal je wel wat dingen eruit. Ja. Je ziet dan vandaag de training. Bijvoorbeeld een Bob van Kan ken ik. Demon Raum ken ik vanuit het verleden. Dus dat weet je wel kwaliteit. Maar er zijn natuurlijk ook jongens bij die ik totaal niet ken. En ja, dat is gewoon nu... kort dag, je hebt twee trainingen voor de volgende wedstrijd, OJC uit. Dus ik probeer zo goed mogelijk mijn info te verkrijgen en via Robert en via andere mensen binnen de club. En op zo'n veld anderhalf uur zo snel mogelijk al te kijken van hoe iemand in elkaar zit. Ja, want normaal begin je ook altijd zo'n voorbereiding. Ja. Hè? Ergens een half juli begin je. Ja, nou start je eigenlijk in de zevende competitiewedstrijd. Stap je zomaar in. Is dat lastiger? Maakt dat tot het lastiger voor jou is? Of maakt dat weinig uit? Nou ja, het grappige is, ik ben bij Fortuna begonnen. Stapte ik ook 14 wedstrijden voor het einde in. Willem 2, 9 wedstrijden voor het einde. Dus blijkbaar hoort dat bij mij. Ja. Nu is het 7 wedstrijden na de start. Nou ja, goed, liefst heb je natuurlijk een voorbereiding. Maar ja, het is wat het is. En je moet vooruitkijken. Ik heb met Danny gesproken, de oude trainer. Ook heel veel informatie gekregen. Nou goed, we gaan nu vanaf nu vooruitkijken. En ja, gewoon kijken waar het schip gaat stranden. Ja, want Meerssen staan nog niet zo hoog, hè? 7 nee. Wedstrijden, 3 puntjes. Hoe zie jij de toekomst voor Meerssen? Waar wil je eindigen? Nou, ik denk dat het gewoon de reële doelstelling moet zijn om je te handhaven in de derde divisie. Ze hebben het goed gedaan, gepromoveerd. Lastige voorbereiding gehad met veel jongens op vakantie. Dus ja, de ene was wel hier, de ander niet. Daarnaast denk ik dat je een heel zwaar programma hebt gehad met volgens mij 4 van de 6, als ik me niet vergis, ja. Titelkandidaten. Ja. Ja. Dus ja, er is nog heel veel te halen. En ja, er zijn nu pas 7 wedstrijden gespeeld, als ik me niet vergis. Ja. Dus we hebben er nog genoeg te gaan. Dus je ziet de toekomst van Meerssen in ieder geval zonnig tegemoet. Ja, ik bedoel, als dat ben ik ook heel eerlijk. Als ik dat niet had, was ik ook hier niet begonnen. Want ja. Zo ben ik ook wel. Ja. Ik ben wel gevoelsmatig, maar ook reëel. Maar ik zie er zeker toekomst in. Het is een jonge groep en daar is altijd heel veel van te maken. Nou, wij bij Meerssen zijn in ieder geval ontzettend blij met jou. En nou, we gaan er wat van maken het komende seizoen. Ja, we gaan samen gaan we er wat moois van maken. Dus dankjewel.